Reclamekosten begrijpen, investering of kostenpost. In de zakenwereld wordt reclame vaak vanuit verschillende perspectieven bekeken, waarbij de ene kant het beschouwt als een strategische investering en de andere als een noodzakelijke kostenpost. Deze dualiteit bepaalt hoe bedrijven hun reclamebudgetten beheren en welke beslissingen zij nemen die zowel de korte termijn winstgevendheid als de lange termijn groei beïnvloeden. Reclame als investering. Veel bedrijven beschouwen reclame als een investering. Deze visie is gebaseerd op het idee dat reclame toekomstige economische voordelen oplevert. Wanneer een bedrijf investeert in reclame, is het doel de merkbekendheid te vergroten, nieuwe klanten aan te trekken en uiteindelijk de verkoop te stimuleren. Het lange termijn doel is een sterkere marktpositie op te bouwen en een groter marktaandeel te veroveren. Reclame die wordt gezien als investering vereist zorgvuldige planning en strategische toewijzing van middelen. Bedrijven analyseren markttrends, consumentengedrag en concurrentieactiviteiten om campagnes te ontwikkelen die meetbare resultaten opleveren. Deze benadering vereist vaak aanzienlijke initiële uitgaven, maar deze worden gerechtvaardigd door de verwachte omzetgroei en de toename van de merkwaarde op lange termijn. Reclame als kostenpost. Aan de andere kant beschouwen sommige bedrijven reclame voornamelijk als een operationele uitgave. Deze visie richt zich op de directe kosten die gepaard gaan met het creëren en verspreiden van advertenties. Deze kosten omvatten media-inkoop, productiekosten, agentschapskosten en verschillende andere uitgaven die nodig zijn voor het uitvoeren van reclamecampagnes. Reclame als kostenpost beschouwen legt de nadruk op budgetbeheersing en kostenefficiëntie. Bedrijven die deze visie hanteren, kunnen prioriteit geven aan korte termijn maatregelen, zoals kosten per acquisitie, CPA en rendement op advertentieuitgaven, ROAS. Het doel is om de onmiddellijke opbrengsten te maximaliseren en tegelijkertijd de financiële uitgaven te minimaliseren. Deze benadering leidt vaak tot een voorzichtiger uitgavenbeleid, vooral in tijden van economische onzekerheid of marktschommelingen. Balans tussen investering en kostenpost. Succesvolle bedrijven vinden vaak een balans tussen het beschouwen van reclame als investering en als kostenpost. Deze gebalanceerde benadering erkent de noodzaak van zowel onmiddellijke resultaten als lange termijn winsten. Door deze perspectieven te integreren, kunnen bedrijven robuustere reclamestrategieën ontwikkelen die aansluiten bij hun algemene bedrijfsdoelen. Een bedrijf kan bijvoorbeeld een deel van zijn budget toewijzen aan activiteiten die de merkpositie op de lange termijn verbeteren. Tegelijkertijd kan het investeren in prestatiegerichte campagnes die snelle opbrengsten opleveren. Deze dubbele benadering zorgt ervoor dat het bedrijf profiteert van duurzame groei en tegelijkertijd financiële voorzichtigheid betracht. Het meten van reclame-efficiëntie. Of reclame nu wordt gezien als investering of als kostenpost, het meten van de effectiviteit ervan is cruciaal. Key Performance Indicators, KPI's, zoals merkherkenning, klantacquisitiekosten, CAC en levenslange waarde LTV, bieden inzicht in de impact van reclame-inspanningen. Geavanceerde analysetools en trackinghulpmiddelen stellen bedrijven in staat om het rendement op investering, ROI, van hun reclameactiviteiten nauwkeuriger te beoordelen. Concluderend kan worden gesteld dat de categorisering van reclame als investering of kostenpost afhangt van de strategische doelstellingen en financiële filosofie van het bedrijf. Beide perspectieven bieden waardevolle inzichten en kunnen binnen een uitgebreide reclamestrategie naast elkaar bestaan. Als u deze discussie interessant vond, nodigen wij u uit om meer video's zoals deze te bekijken in de bijbehorende afspeellijst of de aanbevolen video in de onderstaande beschrijving te bekijken.